Goed nieuws over het kunstgrasveld hier bij ADO Den Haag. Want daar ligt al een flink stuk van het nieuwe veld dat bij FC Dordrecht vandaan komt. En om de voetjes een beetje droog te houden van de harde werkers, staat er echt een joekel van een partytent. Ik mag als allereerste het veld betreden, samen met directeur Piet Jansen. Ik sta hier in het Kyocera Stadion in een open gedeelte van een hele grote partytent. Samen met Piet Jansen, de directeur van ADO Den Haag, en met Hans van Heijmans. Ja, Hans, moet toch echt eerst bij jou beginnen. Wat doet die tent hier midden op het veld? Die tent die gaan we plaatsen om het kunstgras te kunnen leggen, om het droog te kunnen leggen en de zandverdelingen goed te kunnen maken. Als het kunstgras nat wordt, dan kunnen we het zand er niet in krijgen. Nu was ik van de week jarig en moet ik mijn verjaardag nog vieren? Nou, nog gefeliciteerd. Nee, je mag hier niet je verjaardag vieren. Je zou een aardige partyfeest hier kunnen vieren, maar dat is niet de bedoeling, want we moeten gewoon zorgen dat we de 26e tegen Twente helemaal klaar zijn, dat we daar tegen kunnen voetballen in dit mooie stadion. En dus we gaan zo naar het gras toe, dan zal je zien hoe mooi het wordt. Daar gaan we. Oeh, vind je niet spannend dat je denkt, oh, hopelijk maak ik niks kapot. Het voelt heerlijk aan, het is net echt gras. Het is heel zacht is het. Ja, ja, maar het is hier nog een beetje zanderig, maar daar komt er straks nog wat laagjes bij. Voelt het weer anders aan. Maar als Zullen we even voelen? Als ik hier loop, dan heb ik echt zin om een bal te pakken en te gaan voetballen. Ja, stel dat je nou een slijding maakt en je ligt op dat gras, moet je toch even... Oh ja hoor, ik moet bijna zo'n sneeuwengel maken. Lacht er hier net een bal? Daar ligt een bal. Waar ligt die bal? Heb je een bal of niet? Heb je een bal? Nee? We hebben ergens een bal. Ja? Dan word je gaan voetballen natuurlijk op dat veld. Je moet een beetje doorwerken, dan kunnen we gaan voetballen. Zeg, ik mag wel een beetje streng zijn, toch, voor die jongens? Ik ga ervan uit dat wij eigenlijk al hard zat werken, dus het tempo kan niet meer omhoog. Ik ben gewoon de eerste die een bal trapt op het nieuwe kunstgrasveld met de directeur van ADO. Wat een geluksvogel. Nou, ik verwacht eigenlijk wel dat zaterdag dat hele veld erin ligt. Maar dan zijn ze nog niet helemaal klaar, dus... Die korrels moeten er dan nog op, dus we hebben het weekend ook nog wel het nodige te doen. En ik hoop dat we maandag met Maurice hier voor de eerste keer kunnen gaan trainen. Vind je het er mooi uitzien? Ja, het ziet er goed uit en ik ben eigenlijk altijd al een voorstander van kunstgras geweest. We kunnen hier straks veel meer gaan doen. Kijk, we hebben nu deze tent staan voor het werk. Maar je kan straks natuurlijk ook grote parties. Volgend jaar kan jij je verjaardag hier houden. Ik word dan 30. Ik wil best wel mijn 30ste verjaardag hier vieren hoor. Oké, de afspraak. Bij deze afgesproken? Ja. Jullie zijn getuigen. Hans, jij krijgt ook de uitnodiging. Ja, aan wie kunnen we de rekening sturen naar RTV West? Daar hebben we het later over. Mag ik met Piet op zo'n karretje mee? Dat moet ik even gaan overleggen of dat kan. Nou, overleg dan maar. Ik ben er klaar voor. Oh jee. Dit weekend dus wordt het veld afgemaakt. Oud-ADO-speler Sjaak Polak legt nog even uit wat de verschillen precies zijn tussen echt gras en kunstgras. Ja, het verschil is dat, bijna 100% het kunstgras vlak is. En dat, dat uiteindelijk een grasveld 80-85% vlak is. Als je hem hier dus zeg maar omhoog gooit, dat zal ik je nu één keer laten zien. Dan zal je zien... Nou, dat die bal nu, kijk, daar gaat hij al. Die gaat nu van links en dan daar stuitert hij weer naar rechts. Nou, op dat kunstgras zal je zien dat die bal gewoon hier, kijk, gewoon op zijn plaats blijft en ligt. Nou, dat is dus kunstgras. Pluspunten dus voor het kunstgras, vooral tijdens het spelen van wedstrijden. Nou ja, goed, kijk, als je gaat dribbelen, dan moet je dus iedere keer, gaat hij stuiteren. Kijk, dan gaat de bal gaat weer naar rechts. Dus je moet iedere keer moet je corrigeren. En op kunstgras, als je dribbelt steeds, ja, dan blijft hij bij je. Dus dat is weer een voordeel voor kunstgras. Toch zijn er ook nadelen. Nou, je bent wat voorzichtiger. Je moet er echt aan wennen. Op gras ben je al opgegroeid, ben je gewend. Je maakt sneller een slijding. Op kunstgras heb je, als ik maar niet open kom en dat soort dingen allemaal. Nou, dat moet er even uit. Maar als dat zover is, moet je op kunstgras de ideale paas kunnen geven. Kom vanzelf naar je toe.
zonder naar links en zonder naar rechts. Nou, een mooie voorbeeld kan je niet hebben. In het ADO-stadion zie je onze spelers heel eventjes niet, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze helemaal niks aan het doen zijn. Mike van Duinen werd door de bondscoach Louis van Gaal uitgekozen om mee te trainen met de selectie van het Nederlands elftal. En zondag kwam daar een tweede ADO-speler bij, namelijk Gerson Cabral. Afgelopen week meldde Mike van Duinen zich bij Huis ter Duin in Noordwijk om mee te gaan trainen met het Nederlands elftal. Eergisteren werd ik gebeld door Maurice Stijn of ik mee wilde trainen. Ja, dat zag ik wel zitten. Ja, dat zag je wel zitten. Dat... Ja. Ja, zeker. Een wijze mooie ervaring, dus ik ga er lekker van genieten. Ja, want als voetballer in Nederland is dit voor in Nederland wel het hoogst haalbare? Of zie je dat anders? Ja, nou ja, ik zie het gewoon als dat ik een dagje mee mag trainen. Omdat ze spits nodig hebben, dus nou ja, ik ga er gewoon lekker van genieten. En denk je dat het een dag is, denk je dat de training je nog nieuwe dingen kan leren? Of is het voornamelijk laten zien wat je al kan? Nee, ik denk dat ik gewoon omheen moet kijken en... eigenlijk moet leren van anderen hier en gewoon mijn best doen en gewoon ervan moet genieten. Ja, en ken je al veel jongens uit het team? Nee, ja, ik ken ze van naam, maar niet persoonlijk. Oké, en dus wel even netjes voorstellen straks? Ja, ik ga me even netjes voorstellen, dat lijkt me wel zo netjes. Ja. En dan volgende is er al in de toekomst, komen er meer trainingen of heb je daar nog geen idee van? Nee, dit is gewoon eenmalig in principe en wat er in de toekomst gebeurt, dat weet ik niet. Oké, nou heel veel succes. Dankjewel. En ook na de wedstrijd tegen Hongarije was het nog niet voorbij voor Van Duinen. Want zondag trainde hij opnieuw mee met Oranje. En hij was niet de enige ADO Den Haag speler. Ook Gerson Cabral werd uitgenodigd door de bondscoach. Iedereen heeft afgelopen zondag meegeschreven met het Groot Haags Dicté. Lex Schoenmaker, Maurice Stijn en ik gingen de strijd met elkaar aan. En wie van deze twee mannen kan niet alleen Haags lullen, maar ook nog eens een keer Haags schrijven? Ben je er klaar voor? Nee. Ik heb wel in het boekje gekeken, in dat groen-gele boekje, maar het is heel moeilijk. Ja, een paar keer heb ik het nageschreven, maar dan sla je een blad verder en dan geldt er ineens weer een andere regel. ADO Den Haag, hoe spel je dat? D-E-N Haag met H-A. Is het niet gewoon FC De Haag? FC De Haag, ja. Maar ADO Den Haag. Was een strikvraag, hè, voor mij. Ik gaf ook een strikt antwoord. Volgens mij is het ook gewoon zo bepaald dat Hagenees gewoon niet moeten schrijven. Nee, alleen maar praten. Er zijn mensen die graag eerste willen worden en er zijn ook wel eens mensen die op de laatste plaats eindigen. Het is bijna een Johan Cruijffje qua logica. Nee, dat is wel logica, maar dus noemen ze dat kip en kla. Maar hoe speel je dan kla? Ja, met een dakje erop. Ja. Is dat accent hier conflex? Nou, dat wordt wat. En zo geschiedde dat op de dag des heren, 13 oktober 2013... een groep uitverkoren Hagenezen werd opgeroepen om aan de taalplicht voor hun stad gehoor te geven. Zij deden mee aan het Haags Dicté. Menig proxyserver legt eruit als Harry over het internet suis. Hoe ging die, Maries? Ja, geweldig, denk ik. Nee, dat was heel moeilijk. Dat was echt moeilijk, hè? En je had trouwens wel een goede plek. Ik had een uitstekende plek. Ik werd ook een beetje beticht van afkijken, maar ik werd ook afgeleid. Daar doe je niks aan. Ja, aan de linkerkant zat ze. Ja, aan de linkerkant, ja. Dus ik werd afgeleid af en toe. Dus daardoor zou ik waarschijnlijk wat meer fouten hebben gemaakt. Het is toch flauw dat hij dan niet naar de rechterkant kijkt. Heb je alle woorden wel kunnen opschrijven? Want het ging onwijs snel. Nee, veel te snel. Hoeveel fouten? Nou dat weet ik niet. Maar ik denk heel wat. Maar ook wegen tijdgebrek. Ging te snel. Ik had geen tijd om na te denken. Ging snel, hè? Ging te snel, ja. Ik hoorde jou ook zuchten en steunen naast me. Dus ik had helemaal niet zwaar. Het moment is daar. De fouten zijn geteld. Wie van ons drie kan naast Haags lullen ook Haags schrijven? Ja, dag. Serieus? Dag. Ja. Laten we zien dan. Paul was trots. Sjaak Paul was trots. En jij? 106. Ik ook. Nou, dan zijn we even slecht. 70. Ik kan er gewoon niet bij. Ik ga het even officieel doen. Je bent de winnaar van ons drieën. Sjaak Bral was trots op me, dus ik mag thuiskomen. Het ziet er vooral heel rood uit bij ons. Ja, daar hebben ze goed doorheen geharkt. 106. Ja. Alle twee. Maurice 70. Ja, ik heb hem al een butte begrepen, maar... Zullen we gaan afspreken dat we het er gewoon niet meer over hebben? Alleen maar praten is beter dan schrijven. Haags lullen, dat kennen wij wel, hè? Haags lullen wel, ja. Ja, de winnaar. Met pijn in mijn hart zeg ik het. Ik verlies die graag.
Hij heeft zelf de leeftijd nog niet, maar toch was hij erbij. Bij een training van de Oldstars. Dit zijn 60-plussers die graag nog in beweging blijven door een balletje te trappen. Yo, dit is het ADO-journaal. Yo, welkom bij het ADO-journaal. Ja, we zijn op de aftrap natuurlijk. Hè. Gras wordt in Kyocera verwijderd. En dan zijn we hier natuurlijk. De Oldstars is hier een aftrap van. Dat zijn ouderen. En ja, ik wil eens weten... Waar gaat het over dan? Jo, nou we staan met een mevrouw van het Nationale Ouderenfonds. Nationaal Ouderenfonds, inderdaad, ja. En wat hebben jullie hiermee te maken? Of nou, waar gaat jullie uit? Hè? Ja, we hebben het initiatief genomen samen met allerlei partners, Eredivisie en nou ja, de sponsorloterij, of de vriendenloterij, sorry. Ja. En nou ja, het is fantastisch om dit te zien. Ja, hè? Ja, al die blije gezichten, ik vind het geweldig. En dan ook de aftrap van een icoon, Lex Schoenmaker. Ja, inderdaad, die staat hier ook nog, ja. Ging heel goed. En de opkomst, is dat goed? Nou, mensen kunnen zich nog melden, begrijp ik. Er kunnen er nog wat bij. Dus het, En waar kunnen ze dat doen? Volgens mij bij de club zelf. We staan met Anton Nijboer van de ADO in de Maatschappij. Ja, je bent hier ook, dus dat heeft te maken met ADO in de Maatschappij. Inderdaad, inderdaad. Wij werden benaderd door de Stichting Meer dan Voetbal of wij betrokken wilden worden bij Oldstars. En ja, aangezien we wel heel veel projecten hebben, maar eigenlijk weinig voor de doelgroep 60+, zeg maar, hebben we gezegd van nou, dat doen we graag aan mee. Nou, heb je zelf ook zin, jongens? Ja, ga er al beginnen, want je ziet dat ze vermaken zich wel natuurlijk. Nou, wij gaan huiswaarts, want het wordt nu al heel erg donker voordat het cameraatje in het water valt. Want water, daar zijn we niet zo goed mee. Dit was het ADO-journaal. Laters! Je ne parle pas français. Ik spreek dus geen Frans. En toch heb ik me gewaagd om een uitstapje te maken samen met de Frans sprekende ADO-speler Wilfried Canon. Hopelijk zien we hem snel in zijn groen-gele tenue, maar hij heeft natuurlijk ook een mooi ADO-pak nodig. En ik mocht mee om zijn maat op te meten. Ik zit hier dus in de auto samen met Wilfried Canon. En het is mijn verjaardag, dus dan moet ik natuurlijk allereerst beginnen met een tractatie. En dan wel een Hollandse tractatie. Mijn Frans is daarentegen gewoon niet goed. Echt heel slecht, kan ik je zelfs vertellen. Maar daarvoor heb ik mijn telefoon in de aanslag. Lang leven Google Translate. We zijn natuurlijk gewend dat de ADO-spelers in tenue rondlopen, maar bij bijzondere bijeenkomsten of als ze niet kunnen spelen omdat ze geblesseerd zijn, dan zie je ze ook vaak genoeg in pak. En dat mooie pak, dat wordt op maat gemaakt en hij krijgt ook zo'n pak. Even kijken of hij het ook naar zijn zin heeft hier zo bij ADO. C'est un bon moment avec ADO. C'est un bon club, ils m'ont bien accueilli. Voilà, donc j'espère bien faire et puis c'est tout. Bon. Top, dat geef je toch als antwoord. Dat is goed. Bon. Hij zegt dat ADO een hele mooie club is en dat hij heel goed opgevangen is, dat veel voor hem geregeld is en dat hij hoopt snel heel goed te gaan spelen. Vind je Marie Stijn een aardige coach? Oui, c'est un bon coach, c'est un bon entraîneur. Look at the mirror. Even kijken natuurlijk in de spiegel. Het lijkt mij een beetje ruim. Bij voetballers is het grootste probleem dat jas en broekmaat enorm verschil kunnen zijn. Want die sporters hebben allemaal gewoon zware bovenbenen. En dan betekent dat als hij nou ook diezelfde maat zou krijgen in zijn broek, krijgt hij hem überhaupt niet eens dicht. Dus daar gaan we altijd, zit daar redelijk veel maatverschil in. Dat gaan we nu proberen. Hij ziet er best goed uit. Om dit pak gaat het dus. Het ziet er wel mooi uit, want je ziet gelijk dat het herkenbaar is met het ADO-embleem natuurlijk erop. En dan heb ik ook de blouse hier. Want daar vind je het embleem ook nog eens een keer terug. Gaan we eventjes vragen, maar ik heb natuurlijk weer mijn telefoon nodig. Kijk dan. Voilà, c'est tout. Is het bien joli? Volgens mij is hij hartstikke tevreden, denk ik. We zaten er net in de polder om zijn pakken natuurlijk op te meten, hè, zodat hij het eventjes kon passen. En als we dan toch echt in hartje Nederlands zijn, dan wordt het ook tijd dat hij wat Nederlandse woordjes gaat leren. Stroopwafel. Stroop. Stroop. Wafel.
Wafel. Stroopwafel. Stroopwafel. Alsjeblieft. Thank you. Ja, alsjeblieft, kent hij al. Ja, oh, gezellig. Oh, gezellig. Volgende maand wordt het theaterstuk Een Echte Kankervoorstelling je opgevoerd in het Kyocera Stadion. De voorstelling laat zien waar een jongere mee te maken krijgt als hij, zij of een dierbare kanker krijgt. ADO-spelers Tom Beugelsdijk, Robert Swinkels en Mike van Duinen dragen dit initiatief een warm hart toe. Nu komen er een tweetal voorstellingen in het Kyocera Stadion, begrijp ik. Waar gaat de voorstelling over? Het zijn er zelfs vier. En de voorstelling laat zien wat jongeren bezighoudt als ze kanker krijgen. Je denkt dat er tegenwoordig heel veel wordt gepraat over kanker, omdat er veel aandacht voor is. Maar we merken toch dat er heel veel jongeren zijn die toch heel eenzaam zijn. En op het moment dat je de geheimen zichtbaar maakt, dan bemerk je opeens hoeveel jongeren daarmee te maken hebben. Er zijn altijd in je team mensen die al op dit moment mee te maken hebben. Ik weet in het verleden bijvoorbeeld Barry Dieterlich, die natuurlijk een kindje verloren heeft. Ja, dat zijn dingen die wel binnenkomen. Ja, daar heb je het er zeker over. En dat willen wij. We willen jongeren met elkaar erover laten praten. We willen volwassenen ook een kijkje geven in de belevingswereld van jongeren. Hoe is dat eigenlijk? Ja, als je op dat moment in je leven daarmee te maken krijgt. Kanker is natuurlijk helaas in deze tijd een scheldwoord geworden. En dat hebben wij ook gebruikt in de voorstelling. Er is een hele scène waarin het woord kanker ook overal in terugkomt. Om ook te laten zien wat het effect daarvan is. Hè? De kankertram is te laat, de kankerwinkel is dicht. Maar als je hoort van die jongeren die dan voor die winkel staan of in die tram zitten, wat voor impact dat heeft op ze. En heel veel jongeren, ook die meededen of meespelen in het project, zeiden ook van ja, wij gebruiken dat woord ook wel eens. Ja? En we bedoelen er helemaal niks mee. We bedoelen het helemaal niet. Maar onbewust heeft het zo'n enorme impact op anderen. En dat is wat je wil laten zien. Kom naar Een Echte Kankervoorstelling. Op donderdag 14 en op vrijdag 15 november in het Kyocera Stadion. Kijk voor meer informatie op www.adodenhaagindemaatschappij.nl. Het is weer tijd voor een nieuwe serie Caravan Knallen. Tot nu toe staat Aron Meijers onderaan. Vito Wormgoor is tweede en nog altijd is de beste Tom Beugelsdijk. Mike van Duinen probeert natuurlijk ook die eerste plaats te pakken. Maar gaat dit hem lukken? Caravan Knallen, ik heb een paraplu meegenomen, want de lucht ziet er niet heel erg lekker uit. Maar jij smelt niet, toch, van een beetje water? Nee. Laten we maar gelijk erin schieten dan. Dan kun je snel naar binnen. Je weet het, hè, Tommy? Ja. In twee keer? Ja, dat moet ik ook proberen, maar ik weet niet of het me gaat lukken, hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Is dit eigenlijk een meter? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oké, je hebt gelijk. Stukje naar voren. Dus dat scheelt. Super. Poging nummer 2 was dat. Dat is niet zo makkelijk, hè? Nee, ja. Hij heeft ook druk met handjes en dat soort dingen. Tuurlijk. Halen speler. Nummer 4 nu. Ik weet niet hoe het is bij jullie, de concurrentie en een beetje vijand gevoel. Ja, kijk, ik wil wel altijd winnen. Helpt het als hij daar blijft staan? Ja, dan moet zijn hoofd iets meer daar, want nu schiet ik hem ernaast. Okay. Schiet hem op zijn hoofd. Nu serieus. Ja, ik ga niet de weg erin zitten. Lucky nummer 7. Balgevoel, joh. Word je zenuwachtig van de kinderen? Nee. Mogen ze je een beetje aan? Ja. Negen keer was er voor nodig en niet eens kapot. Ik had toch wel verwacht dat hij kapot was. Ben je tevreden? Ja, ik kan niet tevreden zijn na 9 keer, maar... Je weet wie de nummer 1 is tot nu toe. Ja, Tommy. Ja, ja. Doodziek. Doodziek? Doodziek ervan. Hij lacht toch wel leuk. Ja, nu nog wel, maar straks hebben we een kut gevoel naar huis natuurlijk. Ja. Vito heeft het ook slechter gedaan. Nou, kijk. Dus je bent eigenlijk nummer 2 tot nu toe. Nou ja, nog op het podium, dus... Precies. Hey, ga veel lekker genieten, lekker eten. Dankjewel. Moed in drinken. Gaat helemaal goed komen. Komt goed, dankjewel. Dankjewel. De eerstvolgende wedstrijd is zondag tegen PEC Zwolle uit. En we hebben de doelpunten van de afgelopen jaren tussen deze twee rivalen voor je op een rijtje gezet.
Volgende week weer een nieuwe grote ADO-show. Ik zie je dan. Ciao. Like to read.